Hoi, ik ben Johanna Nijteuver en dit is mijn vlog. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie de deel 2 van mijn Instagram volgers bepalen mijn dag. En dit keer ga ik het dus doen met Popeye. Ik heb er weer super veel zin in. Het is dus nu ochtend en het is 8 uur. En vandaag is het dus maandag en ik moet natuurlijk gewoon naar school. Maar ik moet pas om 11 uur beginnen. Dus ik word nu wat eerder wakker omdat mijn moeder en ik zo meteen dus nog even naar stal gaan. Om dus nog even wat polls voor te gaan bereiden, zeg maar, over wat ik nou nog precies ga doen. Maar mijn eerste poll staat wel al op Instagram, namelijk wat ik dus als ontbijt moet gaan eten. Dus ik ben benieuwd wat jullie gaan kiezen. Ik ga nu eerst even lekker douchen en daarna ga ik dus ook nog even erop zetten welke kleding ik natuurlijk aan moet. Want ja, ik ga natuurlijk niet in mijn pyjama naar school of zo. Dat is een beetje raar. Dus dan moet ik die er ook nog even opzetten. En daarna gaan moeder ik dus nog even een paar polls voorbereiden. En ja, ik hoop dat jullie dit weer leuk vinden. En dit is dus de eerste poll van mijn ontbijt. Of chocopops. Dat eet ik met yoghurt, maar het kan ook met melk. Maar ik eet in ieder geval met yoghurt. Of een lekker croissantje. Maar die moet ik dus nog even bij de bakker halen. En tot nu toe staat de croissant nog voor. Dus ja, ik ga dus eerst nog even douchen. En daarna ga ik echt kijken welke voor staat. Maar in ieder geval staat nu de croissant voor. En ik vind het altijd veel lekker. Dus het maakt mij eigenlijk niet uit wat jullie gaan kiezen. Zo, ik ben dus helemaal gedoucht. En ik heb mijn haar weer even gekamd. En de kledingpoll die stond dus ook al online op Instagram. Maar of ik nou de rok of de broek aan moet doen, dat weet ik dus nog niet. Want het is 50-50. Dus dat kijk ik zo meteen nog even. Maar ik moet sowieso wel de gele trui aan doen. Want die heeft met 63% gewonnen. En de schoenen, de stoere schoenen. Dus deze laarsjes. Dus dat vind ik een leuke outfit. En dan ook nog mijn leerjasje, sorry, ik wou spijkerjasje zeggen. Dus dat is het nu zo de outfit. Maar ik moet dus nog even kijken wat het nou wordt. Een broek of een rok. Ik vind het alle twee wel leuk, dus mij maakt het niet uit. Maar dan ga ik dus nog even wachten. Dus ondertussen ga ik dan even mijn tas inpakken. Oké, dit is dus mijn rooster voor vandaag. Van 5 voor 11 tot 14:45. Dus ik ga even de boeken pakken, in mijn tas doen. En dan zometeen smeer ik nog even mijn broodje en pak ik dus nog even wat drinken. Maar vandaag is het eigenlijk best wel een kort dagje. Nou, ik ga dus nu naar de bakker toe lopen. Dat is aan het eind van deze straat. En Gio gaat altijd gezellig mee. Hè, Gio? Ja. Dat kan niet. Dat is top. Dat is top. Nou ja. En Gio krijgt altijd een stukje brood. Kijk eens. Lekker hè. Daar wil hij altijd mee naar de bakker. Nee, die croissantje en het brood is niet voor jou. Kom, dan gaan we weer naar huis. Ja. En nu is hij helemaal blij, want hij heeft een stukje brood gehad. Zo, ik heb dus nu mijn croissantje gehaald. Dus dat ga ik nu lekker eten. Lekker. Zo, ik ben al helemaal klaar om naar school te gaan. Maar eerst ga ik jullie dus nog even vragen wat ik natuurlijk op Instagram ga plaatsen. Wat ik dus vanmiddag uit school met Popeye moet gaan doen. Of ik moet een leuk parcoursje in de bak uitzetten met pionnetjes. Natuurlijk voor slalontjes, balkjes. Allemaal gewoon wat eigenlijk wel heel erg goed is voor je paard. Maar wat het dus ook wat leuker maakt. Omdat er dus allemaal wat dingen staan en dat is ook gewoon een beetje afleiding. Maar even goed werkt die gewoon. Of een lekker buitenritje. Dus die ga ik ook even maken. Dus ik ben benieuwd wat jullie hiervoor gaan kiezen. Zo, ik ben helemaal klaar voor om naar school te gaan. Ik heb nu wel even een sjaal omgedaan. En ik heb mijn beugel weer in. Dus ik praat weer een beetje anders. Maar in ieder geval ga ik dus nu op de fiets naar school. Dus dan zie ik jullie uit school weer. En ja, als ik pauze heb of tussendoor kan ik dus ook nog even mijn outfit dus plaatsen. Ik heb wel foto's gemaakt. Ik zei trouwens wel eerst dat ik naar stal ging. Maar dat hebben we toch niet gedaan. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat zei. Maar ja,
We gingen dus niet naar stal, maar dat dacht ik eerst even, maar dat gingen we dus niet meer. Maar in ieder geval heb ik thuis dus al even een paar foto's van mijn outfit gemaakt. Nou ja, die jullie natuurlijk gaan kiezen. Dus ik ben weer benieuwd wat jullie gaan kiezen, maar die staat nu nog niet online. Maar die komt dus pas in de pauze online. Dus ja, ik ga nu naar school, mijn fiets pakken. En dan ga ik dus naar school mijn tas meenemen. Dus dan zie ik jullie straks weer. Zo, ik ben thuis. Mijn haar zit super wild van het fietsen. Maar ik heb een beetje hoofdpijn, dus dat is niet zo lekker. Maar ja, ik ga natuurlijk wel gewoon doorvloggen. Maar jullie horen in ieder geval het geluid van onze wasmandkap bij de keuken. Want we gaan dus nu al even eten. Want mijn broertje zit op voetbal. En die moet dan naar Alkmaar. Want die voetbalt zeg maar hoger dan bijvoorbeeld gewoon een club hier in het dorp. Dus dan moet hij helemaal naar Alkmaar. En hij moet om 5 uur dus trainen. En anders is hij pas om 7:30 weer thuis. En dan moeten we dus pas om 7:30 eten. En dat is best wel laat. Dus dan eten we nu gewoon tussen de middag op de dagen dat hij moet trainen. En dat vind ik ook helemaal niet erg. En we gaan lekker spinazie eten met een eitje en vlees. En daarna ga ik dus naar de ponies. En ga ik dus een buitenritje maken met Popeye. Want ik keek dus even op Instagram. En toen zag ik dat het buitenritje had gewonnen. Moet ik hem even opzoeken. Hier staat hij. Met 64%. Dus wij gaan lekker een buitenritje maken. En daar heb ik ook super veel zin in. En de kleding, dat laat ik zo dus nog wel even zien. Als ik me dus ga omkleden. Maar in ieder geval ga ik dus eerst even lekker eten. Oké, ik ben dus klaar met eten. Nu ga ik me dus omkleden. En je kon kiezen tussen de rode en mijn Johanna Knight of Horses jas. Die rode is natuurlijk van PK. En mijn Johanna Knight of Horses jas heeft gewonnen. Dus die doe ik aan. Het is wel warm, maar ik heb hem er dus wel gewoon bij gezet. Nou, welke broek ik aan moet. Ik moet een zwarte rijbroek aan of een spijkerrijbroek. En de spijkerrijbroek heeft gewonnen. Welk t-shirt? Een riem. Daar hebben we liever voor de blauwe gekozen. Met 64% en de broek trouwens met 57% de spijkerbroek. En de jas, Johanna Knight of Horses jas, heeft met 73% gewonnen. Nou, een vest of een trui, blauw vest, bedoelrode trui. En hier heeft de blauw vest met 74% gewonnen. Dan hadden we natuurlijk nog het dekje. En dat is de blauwe geworden of de rode. En de blauwe is gewonnen met 77%. En ik ga natuurlijk lekker op buiten met Popeye. Dus daar heb ik super veel zin in. Oké, dan ga ik. Hier ligt even al mijn kleding. Dus ga ik even het goede stapje eruit halen. En ga vandaag dus in de blauwe set. Oké, dit is dus de outfit. De mooie spijkerrijbroek met de steentjes, de riem. Dit shirt met hier dat kleurtje er weer in terug. En ik zet hem even neer. Dit vest, dus die doe ik er nu nog even overheen. En dit is natuurlijk ook gewoon een donkerblauw vest met een leuk randje. Dus dit is mijn outfit. Zo, ik ben op stal aangekomen. Ik doe mijn jas even uit. Het is echt heel warm. Maar in ieder geval dacht ik, ik doe hem er gewoon bij. Want dan kan ik hem altijd aantrekken als ik hem nodig heb. Maar ik wist sowieso dat hij niet nodig was. Maar toch had ik het gedaan, dus die doe ik even uit. Mijn vest ook, denk ik, want zo warm is het ook nog. En dan ga ik dus beginnen met Chimeurse stal. En dan kan die naar binnen. En over Popeye's stal ga ik weer een nieuwe pol plaatsen. Of ik zijn stal moet uitmesten met een... Zo. Of ik zijn stal moet uitmesten met een mesvork of met een schep. Dus die ga ik er zo opzetten. En ik hoop eerlijk gezegd op dit moment met de mesvork. Want ik denk dat ik er iets te veel uit ga scheppen als ik met de schep ga doen. Want hij heeft alles verspreid. Dus... Nou, ik zie het wel. Vandaag is toch weer nieuwe balendag. Dus er kan weer lekker een nieuw baaltje overheen. Hetzelfde bij Chimeur. Maar ik ga dus even beginnen met zijn stal. Eerst even mijn jas en mijn vest uitdoen, want het is heel warm. En dan ga ik deze folders ook online zetten. En dan ga ik dus zien of ik het met de mesvork of met de schep moet gaan doen. Zo, Chimeur's stal is helemaal schoon. Ook weer een lekker baaltje. Hier liggen mijn spullen. Mijn salomonbondje, mijn single. En natuurlijk het mooie dekje die jullie hebben uitgekozen van PK. Ik vind die kleur blauw echt heel mooi. Dat mooie turquoise. En dit stofje is ook echt super lekker. Dus dit is echt een super fijn dekje. Nou, mijn laarzen, hoofdstel, teugels. En mijn cap met handschoenen. En mijn moeder is Chimeur dus al aan het halen. Maar ik loop er even snel achteraan. En dan ga ik dus Popeye halen. En hij staat nu nog lekker op de wei. Maar we gaan lekker op buitenrit. Ik heb echt super veel zin in. Dus we gaan hem even ophalen. Ik hoop dat jullie me kunnen horen, want het waait hier een beetje.
Maar daar staat Popeye. Mijn moeder loopt daar al ergens met Chimeur. En ik denk dat hij wel mee wil. Kom maar jongen, we gaan een buitenrit. Ja, kom. Dan gaan we gezellig samen op buitenrit. Ja. Hey, mijn knappie. Lekker op de wei gestaan, hè. Hallo vriend, hoe gaat het met jou? Nee, we gaan niet verder eten. We gaan naar binnen. We gaan opzadelen. In het blauw. En dan gaan we lekker op buitenrit. Heb je daar zin in, vriend? Oh, wat heb je toch een mooie poepvlek gemaakt op je hoofd. Ja. Nee, draag je open. Ja. Met je mooie oranje deken. Ja. Die geeft helemaal licht. En dan gaan we natuurlijk eerst even poetsen. Peesjes om doen. Ik doe gewoon mijn blauwe peesjes om. Ja. Ja, papa, je mag die niet vies maken, want mijn zusje heeft net geveegd. Goed zo. Ciao. Braaf jongen. Boefje. Mag eerst nog even lekker zijn stal verplassen, want dat moet hij altijd. En daarna gaan we klaarmaken. Popeye moet altijd best wel nodig plassen als hij van de wei afkomt. Want hij doet het liever in zijn stal. Dus dan kan hij nog even poepen en plassen. En daarna gaan we opzadelen. Brave jongen. En nog even zijn peesjes afhalen. Zo, papa is al helemaal gepoetst. Zijn poefvlek op zijn hoofd is ook weg. Stinky. En hij heeft deze peesjes om van Escadron met lekker bont. En natuurlijk donkerblauw, want we zijn natuurlijk in het donkerblauw. Ik heb mijn laarzen ook al aan. En nu ga ik dan even het zadel opdoen en zo. En het hoofd erin. En ik heb eigenlijk heel veel zin in. Jij ook, poppie? Ja. Hij is nog een beetje moe van het eten. Gekkie. Dus nog even verder opzadelen. Dan gaan we lekker op buitenrit. Hé vriend? Ja. Zo, we zijn er helemaal klaar voor. Ik heb nu dus wel even mijn jas aangedaan. Omdat het achter de dijk altijd best wel erg hard waait. En het begint nu al iets meer af te koelen. Dus ik heb gewoon even mijn jas aangedaan. Nou, het zadel zit op. En zijn hoofdstel heeft die nee. Ga je mee, poppie? Ja. Dan gaan we naar buiten. En dan gaan we opstappen. En dan gaan we lekker een buitenritje maken. Ja. Dat is wel gezellig, hè? Lekker even ontspannen.
zijn weer op stal. En Popeye was echt super braaf. Zo. Kom maar, jongen. Hey. Hey. Hallo. Hey, lieve Popeye. Super brave jongen ben jij. Hey, lieve Chimpie. Was jij er ook? Ja. Zo. Zo, Popeye is alweer helemaal afgezadeld. Hij was echt super braaf op de buitenrit. Ik vond het ook heel erg leuk. En ook al is nog even een stukje gedraafd. Dus hij was echt super braaf. En ja, het was gewoon heel erg leuk. En natuurlijk moet zijn stal nog wel mesten. Popeye's stal. En jullie zijn gewoon super lief voor me. Want jullie hebben de... de mesvork voor mij gekozen. En het leek me ook wel grappig om met de schep te doen. Maar op dit moment ben ik wel blij dat jullie voor de mesvork hebben gekozen. Want kijk, hij heeft alles helemaal door elkaar heen gegooid. Dus dankjewel daarvoor. Dus ik doe even nog snel zijn dekentje op. En dan ga ik stalmesten met de mesvork. Hè, lieverd? Ja. Oh, hij wil ook als snoepie, denk ik. Hij staat gelijk weer lekker op rust. Kijk, lekker appelsnoepje van Hippo Support. Van Hippo Support. Kijk, lekker. Dit had wat beter als een schep, denk ik. Zo, Popeye staat weer lekker op stal en waarschijnlijk moet hij heel nodig plassen, want net werd hij al een beetje vervelend. En nu heeft hij dus nog een beetje lucerne. Maar ik moet er zo meteen alleen nog even het voer klaarmaken en dan krijgt hij nog lekker zijn avondeten. Dus daarom doe ik niet bijvoorbeeld of Slobber of Bix bijvoorbeeld, want zijn avondeten is dus weer zijn lekkere beloning. En natuurlijk ook zijn lekkere lucerne. Dus eerst ga ik nog even aanvegen en dan ga ik dus nog even zijn voer doen. En dan mag je dat daarna lekker opeten. Zo, het voer zit dus wel al in de voerbakjes, maar ook geef ik dus wat supplementen aan de ponies. Onder andere de lijnzetolie van Hippo Support. En Chimeur en ik staan natuurlijk op het etiket. En dit is heel erg goed voor de spijsvertering. En ja, het is ook nog eens, ja, het is gewoon topspul en ik gebruik dus dit dus ook elke dag. Dat krijgen Popeye en Chimeur. Dan geef ik ze ook alle twee van Stiefel, wat ik ook van Hippo Sport heb gekregen. De vitamine liquid. En dit stinkt gigantisch. Dat is echt, nou, gewoon niet normaal. Jammer dat er geen, dat jullie het niet kunnen ruiken. Maar dit stinkt echt, dus wees blij dat je niet kan ruiken. Maar het is dus wel heel erg goed voor de ponies. Want hier zie je al vitamine, mineralen. Dus het is gewoon echt ook heel goed. Het is gewoon echt een vitamine liquid. Dus dit geef ik de ponies dus ook. En dan heb ik van Hippo Sport ook nog voor het NK. Voor Popeye. Dus dit krijgt Chimeur niet. Dit krijgt ze alle twee. En dit krijgt Popeye dus alleen. Dit is dus Propel Plus. Salution. En dit heb ik dus ook van Hippo Sport gekregen. En dit is dus voor meer energie. Vitamine en mineralen. Dus ja, dit is ook gewoon heel erg goed spul. En dit stinkt wel wat minder. Maar
deze is bijna op. En dit moet je dan volgens mij gewoon een tijdje geven. En dan hoeft het daarna niet meer. Zij is echt al bijna leeg. Dit stinkt wel minder. Maar in ieder geval ruikt het ook niet super lekker. De lijnzetolie ruikt wel lekker in ieder geval. Maar dan krijgen ze dus, want hier kan je dus ook zien hoeveel milliliter. Krijgen ze dus alle twee. De achtste twee zijn voor Popeye, de voorste twee voor Chameur. Krijgen ze alle twee voor de avond. Hoe heet het ook weer? Lijnzetolie. Ik was even de naam kwijt. En dan krijgt Popeye ook nog de Propel Plus 's avonds. En dan krijgen ze 's morgens alle twee de vitamine liquid. Dus in deze bakjes. Dus dat ga ik nu nog even klaarzetten. Want dan kan ik ze dus even nog een avondvoer geven. En Popeye krijgt nog een handje extra voer. Voor zijn beloning. Dus, en ik hoor ze al eens schrapen. De boefjes dus ga even opschieten. Want dan kunnen ze dit nog lekker even opeten. Zo. Popeye's voer is klaar. Zo, lekker hè, Pop. Oh. Het is wel vies dat al dat in blijft plakken. Maar dat maak ik gewoon af en toe schoon. En Jampy wil ook eten. Jampy mag ook nog even in de vlog. Hè. Ja, als ik het bakje open krijg. Jampy is ook honger. Hè. Ja, wacht. Jou moet ik natuurlijk nog even rijden. Maar dat komt niet in de video. Maar jij mag wel even een beetje. Jampy ga ik natuurlijk nog even lekker rijden. Lekkere poppie. Lekkere. Hij heeft ook al lekker gedronken. En heeft nog lekker hooi. Dus hij gaat het even lekker opeten. Mijn knappe jongen. Lekkere vriend. Ja. Zo, ik heb vandaag weer een superleuke dag gehad. Ik vond het weer heel erg leuk om het weer via de Instagram polls te doen. En ik hoop dat jullie dat ook weer leuk vonden. De buitenrit was echt superleuk met Popeye. We hebben weer lekker even ons hoofdfilet gemaakt. En dat vinden we altijd wel even lekker om één keer in de 2-3 weken te doen. Want ja, alleen maar trainen is voor hun natuurlijk ook niet leuk. Dus het was weer superleuk. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vergeet dus zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.